Yo! Wat nou weer? Vergeet je kinbandje niet. Dus heb je weer een bon. Maak wel mijn moeder, man. Ja, je hebt genoeg geld blijkbaar. In Amsterdam gaan handhavers Milan en Dylan samen op pad. Ze sluiten aan bij een grootscheepse actie in de binnenstad. Ja, we gaan nu naar de Posjesweg. Daar gaan we scooteractie houden. Echt gefocust op brom- en snorfietsen. In onze hoofdstad is met name de snorscooter een veelgebruikt vervoersmiddel. Het is snel, het is makkelijk en je hoeft geen helm op. Maar dat laatste klopt dus niet. Snorscooters mogen namelijk niet op het fietspad. En daardoor is de regelgeving omtrent de helm ook anders. Hier in Amsterdam moet je een helm op de rijbaan en mag je niet op het fietspad rijden. Dat doen heel veel mensen wel nog, dus daar wordt op gehandhaafd. Ja, zie hem. We hebben veel collega's, een aantal motorrijders. Dus we zijn met genoeg, mocht er eentje vandoor gaan, dan kan de motorrijder erachteraan. Dus zo zetten we alles dicht. Milan en Dylan willen een scooter staande houden die op het fietspad rijdt. Maar de jonge man gaat er vandoor. Witte Vespa, blauw jackie gaat nu de weg op, gele plaat. Kan je hem terughalen voor me? De jongeman dacht weg te komen, maar helaas, een collega op de motor vangt hem op. Kom maar naar jou toe. Hallo. Ik wil eerst eventjes een rijbewijs van u hebben. En dat u de motor uitzet voor het geval dat u weer weg gaat rijden. Ja, dat gebeurt wel af en toe, hè. Die meneer krijgt van mij een stopteken. Het lijkt alsof hij stopt, maar toch negeert hij hem. Nou, dan kiest hij ervoor om weg te rijden, dat mag niet. Hij wordt toch nog staande gehouden door een motorrijder. Ja, dank u. Wordt eigenlijk boete voor die fietspad? Ja, en voor het negeren van een stopteken. Weg er twee. Ja, lekker. Meneer, wat is uw nationaliteit? Dat staat erop, toch? Nee, ja, dat staat... dat kan ik niet uitspreken, maar... Dat staat erop, man. Ja, man. Maar? Ja, dat staat erop, man. Nee, dat staat er niet op. Is dat van belang? Ja, wat moet ik vragen? Die vraag is leeg. Het heeft niks met betrekking tot iets anders te maken. Ja, ik moet het vragen. Ja, gewoon je boete uit, man. Dat is helemaal... Maar wat is uw nationaliteit? Dat staat erop, toch, of niet, man? Nee, dat staat... Oké, maar waar ligt dat? Ja, dat maakt toch niet uit? Ja, dat maakt wel uit. Ja, dan pak je de Google erbij, dan doe je dat. Maar ik vraag het toch aan u, meneer. Dat is een controlevraag die ik stel. Kunt u toch gewoon even antwoord op geven, of niet? Ben ik antwoord of verplicht? Nou, op dit soort dingen wel, ja, want ik stel uw identiteit vast. Staat gewoon daar, of maar staat er niet. Dat is geen nationaliteit. Nederlander, ik ben een Nederlander. Oké, vul ik dat in. Ja, in ons systeem moeten wij de nationaliteit invoeren, is een controlevraag. En daar wilde hij wat lastig antwoord op geven, maar uiteindelijk heb ik het gehad. Wat betreft het rijden over het fietspad, bent u niet de antwoorden verplicht? Wilt u nog een verklaring afleggen daarvoor? Nee, joh. Ik dacht dat ik weg zou komen, man. Oké. Wat betreft het negeren van mijn stopteken. Bent u niet tot antwoorden verplicht en dan mag u een advocaat raadplegen. Is wel op eigen kosten, wilt u dat? Dan zie ik dan als een nee. Wilt u nog een verklaring afleggen? Ja. Zegt u het maar. Ik zag je niet staan, man. Ik zag je niet staan, man. En ik zag ook de stopteken niet. Sanctiebedrag voor fietspad is 109. Voor het negeren van een stopteken is €289. Helemaal top. Ja? Ja, top. Oké. Okay. Heb je een helm bij u? Kijk, ja. Zet hem op, rij op de weg. Scheelt u bekeuringen. Nee, goed. Goed? Wens ik u nog een fijne dag. Ja, ook. Dank u. Hé, hey, heren, werk ze nog, hè? Doe even je petje onder je helm vandaan, maar mag niet. Oké? Okay? Meneer. Anders wordt u verder op weerstaande gehouden. Dat mag niet. Ja. Anders word je verder op weerstaande gehouden, man. Kost je weer geld. Ik heb allemaal geld. Ja. Maar dat doet u zelf, hè? Ja. Ja. Vergeet je kinbandje niet, meneer. Meneer. Yo. Wat nou weer? Vergeet je kinbandje niet. Dus heb je weer een bon. Maak wel mijn moeder, man. Ja, je hebt genoeg geld blijkbaar. Jongen, man. Ja, die meneer die wilde wegrijden met zijn petje onder zijn helm. Nou, dat mag ook niet. Daar wees ik hem op. Nou, dan luistert hij dan naar. En vervolgens kiest hij er toch nog voor om zijn kinbandje los te laten hangen. Dus daar heb ik hem ook nog op gewezen. En blijkbaar leek ik op zijn moeder. En dat klopt, want net zoals zijn moeder wil ook Milan niet dat hij letsel oploopt. Ja, als je je kinbandje niet vast hebt en je maakt of je krijgt een ongeluk, heb die helemaal nog geen nut. Dus die moet gewoon goed strak zitten. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.